Vanaf 1 juni kan iedereen die klachten heeft zich laten testen. De mensen die besmet blijken te zijn moeten thuis blijven en er wordt meteen een contactonderzoek gedaan. Ook de mensen die in contact zijn geweest krijgen het advies: blijf thuis en als je klachten krijgt, laat je testen. Hierdoor kunnen we zien of het virus ergens oplaait en kunnen we meteen de kop weer indrukken. Dus ben je verkouden, heb je koorts of hoesje, dan kun je vanaf komende week bellen met de GGD om een afspraak te maken. Het gratis telefoonnummer wordt op 1 juni bekendgemaakt om 8 uur 's ochtends. GGD'ers zijn hard bezig met de voorbereidingen. Ik ging bij de GGD in Utrecht langs om te zien wat er allemaal komt kijken bij deze megaklus. Samen met een van de medewerkers belde ik met iemand die positief was getest op corona voor een nazorggesprek. Echt heel indrukwekkend, al dat mooie werk wat de GGD in deze crisistijd voor ons doet. Vanaf deze week mogen verpleeghuizen die daar klaar voor zijn weer 1 vaste bezoeker ontvangen per bewoner. En op 15 juni moet iedereen daar klaar voor zijn. Ook mensen met een beperking, kwetsbare jongeren, mensen die een kwetsbare gezondheid hebben, krijgen steeds meer mogelijkheden om de naaste te zien. Dinsdag ging ik langs bij verpleeghuis De Zilverlinde van Humanitas in Rotterdam. Ik sprak met medewerkers, ik sprak met bewoners en hun familie. Wat hebben zij een moeilijke tijd doorgemaakt doordat ze elkaar zo lang niet konden opzoeken? En wat waren ze opgelucht dat bezoek nu voorzichtig weer mogelijk is? En zo moeten we de komende tijd steeds meer stappen zetten op weg van afstand naar nabijheid. Veel jonge mensen zorgen voor iemand in hun omgeving, zoals een zieke ouder of een broertje of een zusje met een beperking. Hun hulp is onmisbaar, zeker ook in deze tijd. Maar die enorme verantwoordelijkheid die mantelzorg met zich meebrengt, maakt het soms ook heel heftig. Ik sprak samen met Erik Corton en een aantal jonge mantelzorgers, onder wie 3FM-DJ Frank van der Lende, over hoe het is om voor je ouders of broertje of zusje te zorgen. En hoe belangrijk het is om je verhaal te delen, zodat je steun en hulp kunt krijgen. Zo, dat was het weer voor deze week. Volgende week weer een nieuwe vlog en voor nu een heel mooi Pinksterweekend.